In de wijde Noord-Hollandse polder in de omgeving van Weesperkarspel staat de hofstede van boer Kruiswijk. De hele winter lang hebben zijn koeien, evenals die van alle andere Nederlandse boeren, het moeten doen met gedroogd gras, wat ze zich overigens uitstekend lieten smaken. Maar zodra de lente goed doorzet, wordt het ook voor het kostbare stamboekvee tijd voor verandering van het dieet. Dan maken de dieren hun jaarlijkse tocht van de stal naar de wei, waar het malse gras wacht. De pinken vinden het heerlijk weer eens de benen te kunnen strekken. Nog niet zulke heel sterke benen. Met groot enthousiasme gaan de jonge dieren de vrijheid tegemoet. Het is een meeslepend schouwspel dat af en toe wel iets weggeeft van een Amerikaanse rodeo. De kalveren zien de wijde wereld voor het eerst. Een enkeling raakt prompt van de wal in de sloot. Zorgzame handen brengen de dieren weer voorzichtig op het droge. Te midden van al die uitbundigheid maakt er één wel eens een slippertje. Ook in zo'n geval moeten er dan weer mensenhanden aan te pas komen. Maar langzamerhand raken de dieren toch vertrouwd met hun zomerverblijf, waar ze onmiddellijk aan een dartele ontdekkingsreis beginnen. De moeders bekommeren zich niet om hun kroost. Die genieten al van het sappige voorjaarsgras dat ze zo lang hebben moeten missen.